Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloopwarenhuis Vinding Rijk, GCC Breda, Citroën Van Beek en de Party Express Breda. Ja, daar staan we dan, hè? Okay. Op de zondagmorgen hier. In het zonovergoten Kielegat. Ja. Bij de grote kerk in Breda. En wat gaan we doen? Ja, het is een hele speciale dienst vandaag. Zijn we uitgenodigd. En dan ga je dienst? Ja. Ja. Oh, wel leuk. Ze gaat bijna uit dienst, maar ze gaat daar weer in dienst. Je hebt het mis. Het is vandaag de Oeledienst. Ja. De Oeledienst? Ja, niet zomaar wat. Een serieuze noot in het geheel hier, hè? Nou, dat is wel mooi, dat is wel carnaval. Mooi. Hey, en wel leuk dat wij daar aanwezig mogen zijn ja, als chargé Tommy Lips. Meestal weer aan tv natuurlijk. Oh, gezellig. Leuk, hè? Hey, ja. We gaan even naar binnen. Kom. Ja. Hey, maar ik zie jou hier staan bij de ingang. Ga je het een zware taak vandaag, denk ik? Ik heb de zwaarste taak die er is. Ik moet zorgen dat iedereen oplet en meedoet. Dat is echt, dus, ik ben niet te benijden eigenlijk. Staat u hier al lang? Ik sta hier pas anderhalf uur. De eerste zaten al anderhalf uur geleden. Die wilden een stoeltje in hebben. En dat is gelukt. Lagen ze eigenlijk ook in slaapzakken voor de deur? Nee, dat nog niet. Nee, nog net niet? Nee. Ze waren er eigenlijk net volwassen? Nee, ze zaten in het café te wachten. In het café. Dan wens ik jou veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Ik vind het wel een hele mooie creatie. Ja, hey, luister eens, weet je wat ik denk? Ze is vandaag echt vroeg uit de veren. Ja, klopt. Heel vroeg uit de veren. Maar daar redden jij er wel graag voor over. Ja, zeker. Ja. Is dit vaste prik voor jou? Nee, dit is de eerste keer. Oh ja, voor ons ook. Wij zijn heel benieuwd. En wat verwacht jij ervan? Goede dienst, denk ik. Volgens mij is het wel een van de gezelligste kerkdiensten die we meegemaakt hebben. Dat denk ik ook, ja. Nou, dan wensen we jou veel leuk en dan spreken we jou straks nog. Ja, helemaal goed. Dan zou ik vertellen waar ik ervan toe even bukken voor die mensen. Nee, dat doe ik niet. Ik doe gewoon af en keer zo. En dan een keer zo. Een beetje draaien. Kijken, ja. Nou, out of way. Met de groetjes van Sia Battageria. Sia Battageria. Ben je al vaker hier geweest? Ja, eigenlijk als ik kan ben ik er elk jaar bij. En als mensen niet weten wat de Oeledienst is, hoe kan je dat beschrijven? Het is carnavalesk, maar ook wel weer een beetje serieus. Want het is wel gewoon de start van het carnavalseizoen. En dan met Rob die ons een zalige carnaval wenst. Dus nou, dan zit het goed, hè? Dat doe je het voor, toch? Ja. Dat is een halve werk. Nou, heel veel plezier, hè? Dankjewel. Ben ik helemaal vanuit Ginneke hier naartoe gekomen? Ja. Naar het hart van de stad? Van die tegen, hè? Ik moet zeggen, zo vroeg, maar je ziet er goed uit. Oh, dankjewel. Ik voel me zeer vereerd met die complimenten. Hé, hey, ben je er een beetje klaar voor? Jot, helemaal. Is dat jouw vast onderdeel van het jaar, de Oeledienst? Sowieso, natuurlijk. Moet ik elke zondag naar de kerk? Of, nou, ik ga iedere zondag, maar de Oeledienst, dat is echt de eerste keer voor mij. Oh, nou, dat is bijzonder jammer. Maar ik ben heel benieuwd. Ik heb al heel veel gemist. Ik denk, als ik nou geweest ben, dat ik ieder jaar terugkom. Dan ben ik er niet met houden. Dan wil ik elke week Oeledienst. Nou, ik ben benieuwd. Is alles een beetje onder controle momenteel? Ja, we zijn goed afgestemd. We hebben nog even ingespeeld. We hebben het goed voorbereid. Dus ja, we gaan er helemaal voor. Wat wordt nou echt het topnummer van deze dienst? Nou, wat zullen we zeggen? We hebben alleen maar topnummers. Allemaal leuke meezingers. Dus ik denk dat we het publiek wel lekker aan de gang... Dat we gaan een leuk feestje voor gaan maken. Hebben jullie ook nog hard gerepeteerd trouwens? Of, dat doen we zo. Dat komt toch gewoon. Natuurlijk hebben we hard gerepeteerd voor jullie. Wat denk je dan? We gaan in Breda niet verschut staan in de grote kerk. Nee. Zeker. Heb jij zelf ook nog een favoriet nummer? De Triomfmars, het eerste. Ja. Meneer de voorzitter, die neemt nog even het programma door volgens mij. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Dat is heel belangrijk. Maar het is allemaal in orde, hoor. Het is allemaal in orde. Ja, komt helemaal goed. Is er nog extra werk aan geweest dit jaar? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat we zo'n goede organisatie hebben dat ik er helemaal niet naar heb hoeven te kijken. Dus, en ieder jaar gaat dat weer goed. Dus. Slim geregeld. Ja. Dat doet een goede voorzitter. Delegeren, hè. Dat hoort erbij, hè.
Nou, goedemorgen. Goedemorgen deze morgen. Hoe is het? Ja, goed hè, we hebben er zin in. Ja, je bent er ook weer vroeg bij vandaag. Ja, we moesten op tijd uit bed vanmorgen. Ja, gisteren ook een hele mooie dag gehad. Gisteren ja, met de worsten offer aan Clara. Ja, dat was zeer druk, ja. Ja, ik hoop dat het net zo blijft als dat gisteren was, want dan teken ik even. Dat was wel een heel goed voorproefje. Maar onze prins Daan is voor het derde jaar, dus ik denk dat hij aan de andere kant wel kan. Dus het zal wel goed weer worden, denk ik. Het zal goed weer worden. Ik denk het wel. Hey, en is dit voor jou de eerste keer bij de oelendienst? Nee. Ik ben diverse malen bij de oelendienst. Je hebt hier ook een keer mogen zitten als hoogheid, ja, hè? Ik heb er 3 jaar mogen zitten als hoogheid. Dus, schitterend, toch? 11 jaar geleden alweer. Ja, hey, luister eens, heb jij nog een leuke boodschap voor de kielgaters thuis? Voor alle kielgaters thuis voor tijdens carnaval of voor nu? Ja, voor tijdens carnaval, hè? Het is bijna carnaval. Het is bijna carnaval. We komen allemaal lekker naar het kielgat. We gaan lekker hossen op de markt. We gaan leuke dingen doen en niet de grote optocht vergeten. Op maandag, carnaval is maandag. Ik zie jullie allemaal graag daar. En waarom is de oelendienst zo leuk? Dat je dan een prins kan zien. Ja, dat snap ik wel. En waarom is voor jou de oeliedienst zo leuk? Omdat je verkleed mag gaan. En dat mag met kerst niet, hè? Ja, dan trek ik wel een mooie jurk aan. Nee. En dan ga je nog een beetje zat? Dat is wel voorbij nou weer. Misschien vanmiddag weer. Je bent gewoon beraden glad gestreken. Ja. Heb je er een beetje zin in? Ik heb er zeker zin in. Is dit voor jou vaste prik? Dit is vaste prik en dit hoort erbij, hè? Dat is toch wel een mooi elementje om die verbroedering te zien in het kielgat, hè? Schitterend. Iedereen is weer aanwezig, van het Haagje tot gewoon hier uit het kielgat. Uit de verre omtrek. La 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 la. Ja, hier was ik dus al bang voor. Kruipten. Ik weet niet. Ruktum. Kruktum. Als je moeder op de wc zit, dan zegt ze tegen jou, oh, ruktum. Dat. Wat zou het dan dat ken ik, dat zeggen wij wat altijd. Wat zou het kunnen zijn dan? Ruktum. Ruik je? Ja. Dassen. Jammer. Leg hem op de grond, joh. Misschien kun je ook zeggen als nacht. Zatkelijke. Zatkelijke. Die heeft te veel biertjes aan. Ik ben de lookalike van Willem-Alexander. Ja, daar ben ik al een hele tijd. In heel de wereld vind je nergens iemand anders die zoveel op onze koning lijkt. Ik ben de lookalike van Willem-Alexander. Maar beroemd zijn, nee, dat valt niet mee. Altijd maar lachen en met iedereen een selfie. En elke dag bij Boulevard op de tv. Ik ben nu niet even mijn schoenen gaan lopen, hè? Als ik naar een theater ga, la, 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 la. Hoef ik niet in de rij te staan. La, 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 la. Als ik kom aangelopen, ligt de loper voor me klaar. Dan hoor je mensen roepen, hé, hey, de koning komt eraan. We gaan hem aan, ja. Dan ben ik zelf. Nou. Ik ben de lookalike van Willem-Alexander. Ja, dat ben ik al een hele tijd. In heel de wereld vind je nergens iemand anders die zoveel op onze koning lijkt. Weet je wat nou zo leuk is? De volgende waar we naartoe gaan, dat is een raadslid van het kielgat. Ach, wel leuk. En wat hoorden wij net wat we mochten doen? Er mocht gewoon een grote pleurisbende van gemaakt worden. Ah, dat is mooi. Nou, kom op dan. Dat doen we gewoon. Dat doen we gewoon. Laten we gaan. Mijn Sanseveria staat voor het raam. En als hij binnenkom, dan gaat hij staan. Er is een vlaantje van een metro. Carnaval, daar staat hij altijd nog. Ja, la, la, ja, la, la, ja, la, la, la. Nou, applaus, hoor, applaus, hoor. Oh, wat gezellig. Dan zijn nou, we dan in het groene woud. Ja, we mochten gewoon langskomen. Ja, bij onze Gijs en ons Wegje. Goedemiddag. 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 Nou, wat ontzettend leuk dat we bij jullie langs mogen komen. Ben je er al een beetje klaar voor de carnaval? Ik ben helemaal klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ik moet zeggen, wij zijn heel de dag al aan het werk draaien. maar dat lukt aardig, moet ik zeggen. Ja. Nou, dat gaat goed.
Ja, maar wij zijn gisteren al goed warm gedraaid. Ja, een goed feestje. Ja, wat een heel goed feestje bij de koe. Hé, hey, luister eens, we zijn er net dwars door jullie huis heen gelopen, maar ja. Hebben jullie eigenlijk een Sansevieria staan? Ik heb er totaal want niet op. Want jullie wonen hier nog maar net, hè? Nee, ja, nee, we hebben net. Geen Sansevieria. Nou, maar ja, ik heb wel begrepen, luister, ja. Ah, daar is die. Ik heb begrepen dat hij heel veel groene vingers heeft, jongen. Ja, hij heeft die wel, hè? Ja. Dat gaat toch goed komen bij jou? Zal ik hem aan jou geven dan? Dan groeit het tenminste, want dan wordt hij een meter hoog. Hij is nou een beetje klein, hè? Ja, hij is een beetje klein, maar hij moet nog groeien. Gert, nog even maar voor hoe groeit nou een Sansevieria dan? Omhoog. Een meter hoog. Dat is hem, ja. Luister eens, ze zeggen tegen ons altijd, je moet een bier geven. Mag het dan nou ook zo? Ja, of water, of bier. Maar bier gaat best, hoor. Ja, nou, ik heb er ook staan thuis met overwaarlozing, jongen. Ik moet de spuigaten uit, ik geef hem nooit waar. Oh, en dat ding, dat groeit de klauwen net. Ja, ik geef hem bier en dan volgend jaar is hij zeker wel een meter hoog. Oh, dan moeten we terugkomen, dan moeten we terugkomen. Ja, zeker weten. Hey, en wat fijn dat wij even in jullie nieuwe huis mochten kijken. Ja, we zullen proberen om er zo min mogelijk puin van te maken. Maakt niet uit. We hebben allemaal opgeruimd, dus kunnen we weer opruimen. Jullie hebben echt serieus opgeruimd? Ja, nee, een beetje. Ja, ik had er gewoon niet uit. Heb je dan wel een band in de tuin gehad? Nog niet. Nee, nog niet. Nee. Hebben we nog een verzoeknummertje? Van de zomer misschien nog een keer. Heb je een verzoeknummertje? Hebben we een verzoeknummertje? Dat kan hoor. Jan Klaassen. Jan Klaassen. Oh, Jan Klaassen. Ja, dat kan geen hij wordt zo ingezet, let op. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloop Warenhuis Vindingrijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda.